Yo mensen, Jaroski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Far Cry 6 aflevering hier op mijn kanaal. We gaan weer verder waar we gebleven waren, want de vorige keer zijn we eindelijk ontsnapt van het eiland Santuario. We zijn nu op een nieuw eiland uitgekomen en we hadden natuurlijk met Clara afgesproken dat ik haar zou helpen, dat we zouden ontsnappen en dat ik daarna met de boot die hier naast ons ligt naar Miami kan gaan varen. Nu ziet deze boot er niet echt heel lekker uit, moet ik je toegeven. En we hebben natuurlijk de keuze, blijven we Clara helpen en gaan we voor om het hele eiland Yara te bevrijden? Of gaan we als een pussy ontsnappen? En ik denk dat jullie wel weten welke keuze we daarin gaan maken. Maar heel erg bedankt allemaal voor het intunen, heel erg bedankt allemaal voor de support. Heb je er vandaag opnieuw zin in? Ram natuurlijk zo'n keihard blij, maar zou ik heel erg gaaf vinden. En dank jullie wel allemaal voor het bekijken van de video's. En we gaan naar Juan toe. Die staat 60 meter van ons verwijderd. Want dan gaan we eens heel eventjes met hem kletsen. En kijken wat hij te zeggen heeft. Hell of an office, Juan. Zo! No weapon is worth making unless it is too dangerous to make. Hij zit alweer gewoon te praten in zichzelf, jongen. Heerlijk. Wat heb je allemaal te zeggen, man? Want me to make you the best supremos and resolver weapons? Tuurlijk. You need depleted uranium. Lucky for you, Castillo has stashed his supply with the biggest guns on the island. His anti-aircraft cannons. Yeah. That sweet uranium, you can bring it back to my office. Or to one of my associates. If you capture an FND base, a member of Team Juan will move in and give you access to my inventory. Kijk. And don't forget, rank has its privileges. When Clara is kind enough to promote you, we'll be able to hook you up with better gear. Woo. Just have those pesos ready. Even in revolution, nothing comes free. Nee, dat sowieso niet. Guerrilla to guerrilla. Have some fun for fuck's sake. Die with a smile on your face. Oh, wat een mannetje is het ook. Hè. Dat gaat zeker weten wel lukken. En inderdaad, niks is gratis. Maar hij geeft ons dus een tip dat wij uranium nodig hebben. Mochten wij upgrades willen uitvoeren aan de Supremos en aan allemaal andere dingen. En die kunnen wij vinden bij anti-aircraft locaties. Dus zodra we een anti-aircraft gun tegenkomen, moeten we gewoon die hele locatie bevrijden. Het uranium meenemen. En naar Juan of naar zijn handlangers brengen voor nieuwe upgrades. Dus let's do it. Dankjewel voor de tip, jongen. Dankjewel. Ik weet, wat ligt hier nou weer dan? Hij heeft weer een nieuw wapen voor ons. Wat is dit dan? Ik heb echt geen idee gewoon. Hij heeft heel veel wapens hier voor ons liggen. We hebben op dit moment 300 uranium opgespaard. Dus we zouden kunnen gaan voor een spijkerpistool. We zouden kunnen gaan voor een... Ik heb geen idee wat voor pistool. Hij heeft zoveel wapens. Dat is bizar, joh. Oh nee, waar gaan we voor? Poison gas, EMP puls... Of voor een explosieve ring. Dat is misschien wel handig. Laten we sowieso die kopen. Hoppatee. Dan hebben we die in de pocket. Dan kunnen we die aanzetten bij onze Supremos. Oftewel natuurlijk in onze rugzak. Maar het is ook wel handig om de vlammenwerper te vervangen met een ander wapen. De vraag is alleen dan, welke is het beste, denk je? Zullen we gaan voor nu voor de spijkerpistool? Ik denk dat die wel handig is. En dan gaan we de rest van de uranium gewoon bewaren. Want later kunnen we waarschijnlijk ook nog wel meer wapens bij hem kopen. Namelijk als wij daadwerkelijk rank omhoog gaan. Dankjewel, man. We hebben weer nieuwe spulletjes. Ik vind het helemaal goed. En dan ga ik meteen even naar de workbench lopen. Want dan kunnen we ze meteen ook aanzetten namelijk. Primary wapen 3 wissel ik dan om voor onze nieuwe nailgun. Daar kunnen we ook meteen upgrades op zetten. Maar helaas heb ik daar niet op dit moment genoeg materialen voor. Dus dan moeten we dat eerst gaan zoeken. Maar we beginnen beter en betere wapens te krijgen, joh. Dus zet hem maar aan. Primary wapen 1 en 2 staan goed. De Supremo kunnen we ook veranderen naar degene die we net hebben gehaald. Awesome, dus die zit nu op onze rug. Ons secondary kunnen we nog veranderen in de Scorpion, want die hadden we gevonden. En that's it. Ik vind het helemaal goed, joh. Awesome. Nice. Dankjewel, Juan. Juan is een goede gast. Die helpt ons echt met van alles en nog wat. En helemaal ons om onze gear te upgraden. Maar Clara die staat hier ook op ons te wachten. Want eigenlijk zouden we nu gewoon naar Miami kunnen gaan varen.
Maar laten we eerst even met Clara gaan praten. Kijk wat zij te zeggen heeft, kijk wat wij te zeggen hebben. Shake the trees for guns, ammo, new believers. Want wat is haar nieuwe plan? Let's keep it that way. Welcome to Libertad, Danny. I can leave anytime. What's the rush? We gaan blijven. We gaan blijven. Kijk, ze hebben letterlijk een hele platte grond van alle leiders van de gebieden. Castillo controls all of Yara with soldados, slaves and blood. The capital is a stronghold. We take Esperanza, we free Yara. Duidelijk. Best chance we got to weaken Castillo is to hit military targets like FND bases and checkpoints. But most important, we have to surround Esperanza and trap Castillo in his cage. That means targeted operations that will unite the revolution and make Libertad stronger. To do that, I need you to recruit three groups in Yara to fight with Libertad. Each is waging war across Yara with a different piece of Castillo's empire, all controlled by his inner circle. In El Este, foreign invaders like McKay Industries suck our resources dry, and Admiral Benitez defends Castillo's poison lifeline. But the old legends of 67 can help us turn the tide. They're hiding in the jungles of the highest mountains of Yara. Ooh. Their greatest guerrilla, El Tigre, El Tigre, dat wordt onze vriend dus. Bring them on our side. Zorg dat hij aan onze kant komt te staan en ons gaat helpen. Castillo's Viviro operation, but also his propaganda machine, run by his minister of culture, Maria Marquesa. Maria, dat zijn de slechteriken natuurlijk. But I have some old friends who can run our counter-propaganda campaign. Maximus Matanzas. They were the voice of the protests and can mobilize Yara's dissidents to fight for Libertad. They've gone dark. Last seen at a fort in Balaceras. We need to find them before Castillo's forces do. Duidelijk, duidelijk. We have Castillo's nephew, Jose. A slave driver who forces outcasts to grow that poisoned Viviro tobacco. But the Montero family is waging war against Jose. They hate visitors, but I have intel on a mechanic who has a workshop in Costa del Mar. His name is Philip Arzaga, and he's their gatekeeper. Duidelijk, dan gaan we dat allemaal doen. Madrugada. We take back that tobacco with the Montero's help, and we got Castillo's Viviro at the source. You just need to find this mechanic, Philly. I'll be here actioning targeted Libertad strikes against Castillo throughout Yara. Hang on. I'm gonna get all these groups to sign up for Libertad by myself? How? Simple. You help. Any way you can. I send a squad to these groups, I'm an invader. I send a scout, then I'm not serious. With you, they get my best career without politics and bullshit. Just help. Libertad takes the capital, we slit Anton's throat, maybe drink his blood, etc, etc. Then he needs a walk. Viva Libertad, jefa. Yeah, yeah. Ik weet wel één ding zeker, we hebben genoeg. Maar ik heb echt genoeg om te doen. Translate, Juan. The accent. Clara hides it best she can, but she was born rich. From a family of true Yaren she left behind. Oh. She can shoot, bleed, drink with us all she wants. But she can't hide the stink of the upper class. What's that have to do with me? You are an orphan, Danny. Poor. From the dirt. When they see you, they don't see politics. They see they have no excuse. She's using me. See? And you're using her right back. Do you want to kill Anton? See? Do you want to free Yara? Sure you do. But here's what Clara can't say, but you and I both know. You want this. You're a guerrilla. And for a guerrilla, the shit my pants rush of an ambush, the smell of sulfur burning your nostrils, It's fun. Don't worry. Your secret is safe with me. Dankjewel, Juan. Dankjewel. Clara die gebruikt ons dus om heel veel mensen aan onze kant te laten staan. Maar ja, wij gebruiken Clara ook wel een beetje. Want voor ons is het gewoon fun. Is het gewoon leuk om te vechten. En te strijden om Yara te bevrijden. Dus we hebben heel veel, maar ik heb heel veel te doen op dit moment. Want als ik de map open, dan hebben we nu een overzicht van alle gebieden. El Este moeten we naartoe gaan om El Tigre aan onze kant te laten staan. En we moeten natuurlijk deze mooie personen, waarop getekend is, uitschakelen. Bij Valle du Oro moeten wij de Maximas Matanzas
aan onze kant laten staan en moeten we Maria uitschakelen. En in Madrugada moeten wij Philly, oftewel de Montero-familie, aan onze kant laten staan. En moeten we José uit gaan schakelen om uiteindelijk allemaal en iedereen naar de hoofdstad te sturen en Anton Castillo uit te schakelen. Dus we hebben echt ontzettend veel te doen. De map is ook ontzettend groot. En de eerste stap wordt om met Philly contact te gaan leggen. Dat is 2400 meter verderop, ruim 2 kilometer. Maar we hebben heel veel items gekregen, omdat we daadwerkelijk ook op dit eiland blijven. Zo heb ik, zoals je ook kan zien, een complete cyberset aangezet. Alles, maar ook echt alles van die set hebben we aanstaan. Wat natuurlijk bij heel veel dingen helpt. En het ziet er ook gewoon badass uit, zoals je zelf ook al merkt. Ik heb ook nog nieuwe wapens vrijgespeeld. Zo hebben wij een AJM-9 automatisch pistooltje die ik ga aanzetten. Want die ziet er heel erg interessant uit. Zal ook heel erg sterk staan, want er staat namelijk een 4 bij als sterretje. Terwijl de Scorpion er maar een 2 was. Dus dat soort dingen moeten we ook goed in de gaten gaan houden. En kijk ook, het is gewoon een Desert Eagle met een mega grote suppressor erop. Ik weet niet hoe die schiet, maar dat zal interessant gaan worden. En dit is ook heel erg leuk. We hebben ook nieuwe amigos. We hebben namelijk heel de tijd Guapo achter ons aanlopen. Maar we hebben nu ook de keuze uit de K9000. Wat gewoon een metalen hond is. Dus die kunnen we gaan gebruiken. Het is gewoon een robothond. Of we hebben Champagne. Wat natuurlijk een katachtig is, maar die wel stealth is. Dus wat ik wil gaan doen is, ik wil Champagne aan gaan zetten. Want ik denk wel dat we die heel erg goed kunnen gaan gebruiken. En kijk even hoe die eruit ziet. Een gouden halsband. Helemaal witte kat. Blauwe ogen. Die past gewoon heel erg goed bij ons. Wat ik snel even ga doen is, ik ga een watervoertuig bij ons inspannen. Dat is de 2001 Salacia Rip Z600 Gators. Zo, dat is echt een hele mond vol. Want die boot hebben we natuurlijk nodig om naar Philly te komen. Het ziet er in ieder geval al beter uit dan de boot die we hadden gekregen om letterlijk dit hele eiland te verlaten. Dus let's go. Dan gaan we die kant op. En dan gaan we vanzelf erachter komen hoe sterk de soldaten in dat nieuwe gedeelte zijn. Want de soldaten, hoe dichter we bij Anton komen, hoe sterker ze ook worden. Dus het wordt echt wel opletten. Maar natuurlijk ook, hoe dichter we bij Anton komen, hoe sterker wij worden. Dus alles moeten we in de gaten houden. Oh. They're specially trained and heavily armed. Fuck you, smartass. Yes. Dankjewel. Op het moment dat we Anton Castillo soldaten uitschakelen, dan sturen ze speciale soldaten achter ons aan. Dus het wordt lastiger en lastiger. Maar ik heb er zin in. We kunnen wel schieten namelijk. Oh, kijk ook wat er allemaal in de lucht vliegt, joh. Woe! Ik weet niet wat de makkelijkste approach is, maar we moeten naar de landingsbaan toe. Dus ik denk dat het handigste is om gewoon de rivier hier te volgen. Dat we hier de boot neerleggen. Misschien dat we nog wel verder kunnen. En dan naar de landingsstrip kunnen komen. Want we moeten Philly daar treffen. Dan moeten we wel even goed opletten. Want dit is nieuw gebied. Vijandig gebied. Maar wauw. Oi, oi, oi. Clara, who am I looking for in Madrugada again? You want Carlos Montero, the leader of a group of farmers trying to take back their land from the army. But he'll never meet with you. Why not? He's what you would call old school. Old school. And doesn't trust anyone except the family. Ik zou ook niemand vertrouwen in deze setting als ik eerlijk ben. Is your inn? Is at his shop near the Martinez airstrip? Nothing comes easy. We hebben ook zo te zien al een Yaran krokodil ontdekt. Wacht, dat moet ik even zien op mijn mapje. Oh, nee. Ja, ik ga die nu niet aanvallen hoor. Maar de... Oh nee, de zwemmen krokodillen. Ik ga sowieso om mijn broek scheiden op een gegeven moment. Ik weet het nu al. Ik ben de rivier rustig aan het volgen. En die rivier die loopt ook echt helemaal door. Naar de plek waar we moeten zijn. Dus dit is ideaal. Het begint alleen een beetje ondiep te worden. En hier is ook letterlijk waar de rivier eindigt. Dus dit is ons eindpunt. Het ziet er wel gezellig uit. Dat wel. Maar ik denk dat dat snel gaat veranderen. Voor nu ziet het er gezellig uit.
Dit ziet er echt gezellig uit. Kijk dan, joh. Oh, wat vet. De airstrip. Het vliegveldje. Daar zijn we. Oh, dit is echt leuk aangekleed, man. Ik neem wel meteen zijn spullen mee. Snel wat metaal meegenomen. Maar hier... moet Philly ergens zijn. Philly! Waar ben je, bro? You Philly? I'm Danny. No, Philly. Dat deed ik ook altijd. In de waaier praten. Whoa, what's in your bag? Know where I can find him? Is that best? So who's in charge? Everything got another purpose. You come here for a second. Can you just come here? And you hold that down for me. That's a dead man switch. One move. Serieus, ik geloof hem niet. Dat is helemaal niks, dat apparaatje. Dat apparaatje doet helemaal niks. Laat hem gewoon los. Chorizo, daar is die. Maar I don't see Clara. I only see you. So why are you here? Got family to save? Got kids? No. So what do you want out of this? I want my finger off this switch. And I want to know who's gonna help me take it. Het is echt geen bom hoor. Haal je vinger er gewoon af. You're safe now. Hij legt toch niet random daar gewoon een bom neer of? I'm no hero. Oh, oh! Holy shit, dat. Oké, het was wel echt een bom. Wat een gek! Oh! Great. Wat een gek! No. Step 1, Philly needs to love you. Step 2, baby Montero needs to love you. Baby Montero. See that? Teresa, come on, let's go back. La espada, his daughter. You know, last time I heard, she went to hit that outcast plantation east of here. She likes you, you're in. A good luck finding her. La espada, oh, man. She's a fiera. Oh. Next time I see you, I want to play with that crazy backpack, deal? No. Die is voor mij. Don't let the potion get you down. Hey, dat is mijn rugzak, bro. Het is een beetje een rare, die Philly. Eerlijk is eerlijk. Maar we moeten dus eerst zijn vertrouwen winnen. Voordat we daadwerkelijk weer een stapje verder kunnen nemen. Om bij de juiste persoon uit te komen. Namelijk de Montero-familie. Dus dit gaat nog wel lastig worden. Er hangen hier ook overal volgens mij briefjes. Dus wat ik even doe, is ik check even snel dit kleine kampje van. Want kijk, er hangen overal kleine briefjes op de muren. En met dit briefje staat waar de Blue Hole Cave is. En daar liggen schatkisten voor ons. Dus dat zijn allemaal kleine hints. Wat wel handig is natuurlijk. En als het goed is moet hier op de airstrip ook nog ergens een briefje hangen. Kijk, hier hangen ook allemaal briefjes. Dat zijn gewoon allemaal tips waar bepaalde locaties zitten in dit landschap. Dus dat is heel erg handig. Dus ik lees er gewoon allemaal eventjes snel. Er staat heel veel informatie op. En op het moment dat we hebben gelezen, dan komt het allemaal op onze map te staan, zoals je kan zien. Oeh! Jij ziet er echt heel erg gaaf uit. Ik ben ook een beetje bang voor je, maar kom eens hier. Kom eens. Het is een aardig katje. Oh, dat vind ik wel echt super fake. Ik ben heel blij dat we die hebben. De snelste manier om natuurlijk naar de locatie toe te gaan is een vliegtuig in te roepen. Of dat goed gaat aflopen en of dat een goed idee is, dat weet ik nog niet. Maar we gaan het gewoon proberen. Hebben wij al een vliegtuig tot onze beschikking? Zeker weten. Uit 1946. Oh, jongens, dit gaat sowieso niet goed aflopen hoor. Dit kan ik je nu al van zeggen. Ik zou niet weten wat de controls zijn. Er staan ook nog anti-aircraft guns in deze locatie. Dus waarschijnlijk worden we nog uit de lucht geschoten ook. Ik ga gewoon opstijgen. We kunnen er altijd uitspringen. We hebben een parachute. Wat zijn de controls, jongens? Dit is echt niet leuk. Oké, daar gaan we. We worden sowieso uit de lucht geschoten zometeen. Philly? Who's this? Danny. You know, the guerrilla you tried to blow up. Oh, the hero.
What's this plantation look like? You know, cigars, white suits, dinner parties. Except with guns. We're in the West now. It's a plantation. It's an old building with tobacco all around. Is Bala got her size on the lieutenant, so she's probably inside. Who is she after? I don't know. The Monteros play it quiet here. And you might actually want to try doing the same. Uh-oh. Ik ga heel veel omhoog en dan spring ik eruit, want ik word nu aangelogd namelijk door anti-aircraft guns. Dus laten we maar naar beneden storten. Sorry voor de vliegtuig, maar we zijn wel heel dichtbij gekomen, dus dat is goed. Carlos Montero yet? Not exactly. Apparently, I have to find his daughter first. Ah yes, Camila. Do whatever it takes. We need the farmers behind us and we're going to take the west. Heading there now. Call you once I've met Carlos. It'll be great, Danny. Carlos is going to love you. Ik hoop het, ik hoop het. Ik zie hier ook een soort vijandige basis. Voordat ik naar de echte missie ga, wil ik eigenlijk even proberen om deze meteen over te nemen. Ik weet ook niet of hier een anti-aircraft gun staat, maar ja, we kunnen het altijd natuurlijk even uitproberen. En even uitchecken. Dus ik land gewoon rustig hier op de berg. En dan gaan we gewoon onze weg vervolgen naar deze locatie toe. Ik zie al vijanden op mijn kaartje staan. En ik probeer het altijd een beetje stealth te doen. Maar ik weet natuurlijk niet of dat gaat lukken. Was dit het al? Was dat iedereen? Er staan er echt maar twee. Er staan maar twee wachters. Oké, dankjewel. En dan kan ik meteen alle spulletjes hier meenemen. Kijk eens aan. Dankjewel. Zo. Dat was volgens mij mijn vliegtuig die nog even ontploft op de achtergrond. Hoor je dit? Die knal nog even. En we hebben gunpowder gevonden. Oh, ideaal. Want daarmee kunnen we echt wapen... wapen-upgrades uitvoeren. Oh! En je jaagt hem gewoon weg. Dankjewel! Dankjewel. Hij jaagt gewoon de beesten weg die ons probeerde aan te vallen. Helaas kan ik hier verder niks kapot maken of opblazen. Maar we hebben wel weer goede resources gevonden. En die gunpowder was het eigenlijk al allemaal waard om eventjes twee wachters uit te schakelen. Maar hier is de tabakplantage. En hier staan sowieso soldaten op ons te wachten. Ik steek even snel de weg open. Ik doe voor nu nog heel veel mijn wapen weg. Mochten we dan iemand hier tegenkomen, dan verdenkt hij ons niet. Maar waar komen we hierin terecht, joh? Dit is echt allemaal vijandig gebied, hè? Zodra we hier dat hek overheen klimmen, dan zitten we in vijandig gebied. En we moeten op zoek gaan naar Espada. Oh, nee, hè. Kijk hoeveel voertuigen hier staan. Hoe gaan we hier ooit op een normale manier binnen kunnen komen? Kijk, ik pak toch wel mijn wapen erbij, want als ze ons hier zien, dan vallen ze ons toch sowieso aan. Val jij hem aan of val ik hem aan? Wacht, ik stuur gewoon die kat erop af. Oh, daar is ze. Die moet ik al hebben. Special forces. Dat waren al special forces. Maar sorry jongens. Ik zag jullie eerder dan dat jullie mij zagen. Oh, beast. Beast. Oh, kijk, ze hebben hier ook gewoon iedereen afgeknald. Ik ga rustig het gebouw betreden, want dat is de plek waar we moeten zijn namelijk. Shit, another one. Ik doe dit rustig aan, we hebben een shotgun gevonden. Sword. They should call her the blade. Ik zie nog niemand. Camera. Hangt de camera, zegt ze. Ik weet niet waar die camera precies hangt. Medic. Wat is hier allemaal gebeurd, joh? Nou, die doet het niet meer. Die is dood. What the fuck is happening up there? Wat gebeurt hier allemaal? Ik hoor ook mensen hier schreeuwen achter de deur. Stop! Please!
Wow! Rustig, Camilla. Who the fuck are you? Danny, from Libertad. You Baby Montero? Baby Montero? Fucking Philly. I need to talk with your father. Clara wants to make a deal. Clara's name doesn't mean shit around here. You work for Clara Garcia? You're Carlos Montero's daughter? Please don't kill me. Tell me where your lieutenant went. I promise you won't kill me first. Oi, full of mess, isn't babe? It's Jose's private island. Got what you need? No. But it's enough. And him? And he's gonna tell his boss, Jose Castillo, that I'm gonna kill all of his lieutenants, one by one. That's for fun. Then I'm gonna free all of the outcasts making that bullshit tobacco. That's for my people. And finally, he's gonna tell Jose that I'm gonna slit his throat right aquí. And that's for me. I feel like I should write this down. Just tell that short little pig fuck this one was here. And tell your friends they're on the wrong team. Let's go see papa. Nou, we hebben wel de persoon gevonden waar we naar op zoek waren. Maar jongens, toch, wat is hier allemaal gebeurd? Ze hebben gewoon het hele kamp afgeslacht. Maar nu moeten we hier nog weg zien te komen. Zo, ik heb er al een paar opgeblazen. Laat ze maar komen hoor. Sorry jongen. Oké, even mijn andere wapen erbij pakken. We hebben nu geen suppressor meer nodig namelijk. Dit is een nieuw wapen. Zo, die schiet snel. Het alarm gaat nu ook af. Dat is allemaal niet erg. Laat ze maar komen. Alsjeblieft. Want wij kunnen vechten namelijk. Oh, dit is wel even een probleem. Maar... wow, yo. Oh, ik wist niet dat hij dat deed. Oké, dat is dus de close quarters afstanden. Die zag ik even niet aankomen. Jesus. Ik dacht, ik test even mijn nieuwe ability uit. Mijn nieuwe rugzak uit, maar die is dus voor hele korte afstanden. Maar ja, ik heb het op de harde manier geleerd. We leven nog steeds, daar gaat het uiteindelijk om. Het scheelde niet veel. Een granaat naast me. Wacht, weet je, ik ga gewoon achter die gun staan. Wat heb je daarvan? Dat is veel makkelijker. Nog meer? Oh, natuurlijk nog meer. Alsjeblieft. Ze komen nu ook via de linkerkant hier, dus ik schakel eerst op deze uit. Schiet er dat stomme gif op me. Pak hem, kat! Ze rennen er vandoor, ze rennen. Kijk die katten, kijk champagne erachteraan gaan. Let's go, champagne. Ik ga je slaan. Oh! Hij slaat mij. Wow, yo! Je ziet wel echt dat de vijanden ook sterker zijn geworden. Ondanks dat wij zelf ook een sterke wapen hebben. Ik moet mijn afstand bewaren tussen hun. En je moet eigenlijk gewoon op een rugzak schieten. Want een rugzak ontploft als je vaak genoeg raakt. En natuurlijk moet je proberen om in een kopje te schieten. Dat is helemaal verstandig. Een helikopter! Ik heb wat spijkers voor je. Oeh! Sterker. Pak hem, kat. Pak hem. Leid hem af. Oké, we hebben hem. Nice teamwork. Maar die helikopter moet er natuurlijk ook neer. Want die zit vol om het te schieten namelijk. Ik denk echt wel dat het handig is als we iets van een RPG of zo gaan aanzetten. Want je ziet het. Ze komen nu zelfs met helikopters achter ons aan. Maar volgens mij heb ik hem. Daar gaat hij. Hoppatee, awesome, die is neer. Dat was het volgens mij ook. Woe! Bijna geen kogels meer over. Wow, ik ga heel snel over de lichaampjes lopen. Kijken of ze nog wat kogels voor ons hadden. Dankjewel ook voor al jullie geld, jongens. Dank jullie wel. Maar woe! Dit is wel, je ziet dat we op een nieuw eiland zijn. Op echt het echte grote eiland zijn. En dat de vijanden ook in één keer vele malen sterker zijn geworden. Op het paard. Easy now.
Ik volg sowieso Espada, want ik weet natuurlijk de weg hier niet. Dus zij mag voorop, ik volg gewoon. Want we moeten hier nu nog zien te ontsnappen namelijk. Weet je, ik laat ze gewoon leven. We moeten gewoon langs rennen namelijk. Staat er daar nog een op ons te wachten. Weet je, als we gewoon snel langs rennen, dan kunnen die niks doen. Want hij heeft toch alleen maar zijn vieze poison, zijn vieze gif. We kunnen gewoon snel er doorheen rennen, daar hebben we er geen last van. Het is goed dat ze geen wapens hebben. Alleen paarsje, je moet gewoon niet inademen als je de rode rook ziet. Gewoon even je adem in. Nou. Draait van de tank. Laten we heel veel wachten inderdaad. Even wachten tot de tank voorbij is. Alles onder controle. En we kunnen weer verder. Ze zijn ons nu hoe dan ook kwijt. Want die tank die rijdt waarschijnlijk naar die file waar we net waren. En die weet natuurlijk niet dat wij al lang weg zijn gerend. Die heeft ons helemaal niet gezien namelijk. Waar heb je geleerd om te schieten zoals dat? Militaire academie. 16 tot 21. We kunnen dat gebruiken. Ik maak ook een mean mojito. Geloof dat als ik het proef. Ik heb niet iets voor Philly septic tank shit voor weken. Ik ga proberen dat dat niet een ding is. Het is ook een mooi stuk van het eiland waar we weer zijn. Oh, allemaal kippetjes! Aan de kant, jongens. Aan de kant. Little Napoleon? Cute. The name is cuter than the map. The Monteros have been on this land for 200 years. And now he's turned it all into slave camps for that Pibito bullshit. Jose works our people non-stop with a gun to the head. Come mierda even took my papa. He was in those fields too long. Poison made him sick. Not that he'd ever admit it. Now papa leads a little revolution of his own. We're going to need libertad if you want to talk Castillo. You're not the first one to tell me that. But papa's got a bit of pride in him. Only trust his own blood. You're a Montero or you're a nobody. So what you're saying is, I'm fucked. I'm fucked. Nee. Nou, we gaan er vanzelf achter komen of meneer Montero ons wel mag, ja of nee. Maar zij zijn dus eigenlijk met hun eigen groep ook aan het strijden tegen Anton. Maar ja, die doen het gewoon op hun eigen manier. Waar wij voor moeten zorgen is dat al die groepen bij elkaar komen en al die groepen gaan samenwerken. En niet allemaal hun eigen ding doen. What's going on? You're in the West now, guerrillera. The sword and the hero. Hey, daar is hij weer. Not all find it, Hannah. It was all trouble, but lucky for you, this one's good. Well, you're just in time. El Jefe is making dinner. Zo schatje hoor, chorizo. Dat sowieso. Hij is... wat gaan jullie avond eten, jongens? Daar is meneer Montero. Hij werd afgeleid door ons. Hij zit gewoon met de krokodil te vechten, joh, die gek. Te worstelen. Wat een gek. Holy knetter, wat een gek. Oké. Ja, we zijn in het westen. Scouting. Bullshit, who's that? My name is... I'm not asking you. Easy, papa. This is Danny. From Libertad. Libertad don't mean shit to me. And where's their blindfold? Papa, look around. These are farmers, no fighters. You want Chorizo to go out and blow up Napoleon el Pequeño? Hey, leave Chorizo out of this. Our people need to learn to be a guerrilla, Camila. From us. That's why I'm here. Don't look like no guerrilla to me. All I see is a tourist. The tourist fucks us. It's on you, Camila. Chorizo zit die krokodil te likken. Oh, hij zit dat bloed op te likken. Welcome nou. To Finca Montero, hero. Dat was niet echt een heel erg warm welkom. Hij gaat met zijn wieletjes vol door het bloed heen, joh. Ik denk niet echt dat dit mijn soort mensen zijn, maar we moeten ze te vriend houden. We moeten hun vertrouwen zien te winnen. Maar oh boy, waar zijn we in beland? Ik heb echt geen idee. Guerrilla
camp facilities. Talk to the foreman at the construction desk to build camp facilities. Oftewel, we kunnen het kamp ook daadwerkelijk gaan upgraden. Bouw en upgrade het kamp om gevarieerde voordelen en verschillende specialisaties te vrijspelen. Oké, dus we kunnen letterlijk gewoon dit hele kamp daadwerkelijk ook gaan upgraden. Dat is interessant. Daar zullen we ook verschillende missies voor moeten gaan voltooien. Maar waar zitten we nu precies eigenlijk? Kijk, we hebben echt een heel stuk alweer bewandeld. Maar dit is dus voor nu onze thuisbasis. En voor nu ook de mensen waarvan we hun vertrouwen moeten gaan winnen. Maar helaas ga ik hierbij wel weer deze aflevering afsluiten. Dus we gaan de volgende keer gewoon weer verder waar we gebleven waren. Clara, die belt ons nog eventjes op. Well, Carlos wants nothing to do with me, but I get along with his daughter. I think she's my way in. You need to understand them. Become one of them. First step is understanding this camp. I'm going to have a look around. Okay, Danny. Take care of yourself. Dankjewel. Ja, want de eerste stap is inderdaad om dit kamp een beetje te ontdekken. Want er is hier heel veel te doen, zo te zien. Dus ik loop even snel een rondje, want dit is de foreman. En hier kunnen we dus verschillende faciliteiten bouwen. We hebben al heel veel metaal, we hebben al heel veel gasolina, oftewel benzine. Dus we kunnen zelfs al upgrades uitvoeren, joh. Oh, die had ik niet verwacht. Helaas hebben we nog niet genoeg medicijnen, maar we zouden eens even kijken. Een secret netwerk kunnen gaan verspreiden. Dus daardoor krijgen wij een wingsuit tot onze beschikking. En kunnen we daadwerkelijk ook fast travelen tussen verschillende locaties. Of... Nee, hier hebben we nog niet genoeg voor. Nou weet je, dan gaan we gewoon die neerzetten. Waarom niet zo? Dan krijgen we letterlijk een wingsuit. Dus die wil ik wel hebben als ik eerlijk ben. Ik ga gewoon meteen upgrades uitvoeren. We zijn hier net een minuutje, maar we gaan nu al upgrades uitvoeren. Kijk. Dat hebben wij nu neergezet. Daarmee denk ik dat we ook wel hun vertrouwen kunnen winnen, hoor. Dat kan niet anders. En we hebben de wingsuit tot onze beschikking. Talk to the chief scout. Wat heb jij voor mij? Oh! Kijk, allemaal verschillende hideouts die je kan unlocken. Als ik dit koop, dan krijg ik eigenlijk gewoon de locatie van de gorilla hideout. Dus dan kopen we eigenlijk gewoon letterlijk de locatie. Maar dat kan natuurlijk wel heel erg handig zijn op het moment dat we dat nodig hebben. Dus deze moeten we even onthouden. Het kost wel heel erg veel geld. We hebben nu op dit moment nog niet heel veel geld. Dus we kunnen het beter nu nog bewaren. Maar al deze kleine dingetjes moeten we eventjes gaan onthouden. En ik ben ook wel benieuwd wat dit voor icoontje is. Het is een paars icoontje. Maar dat is volgens mij voor chorizo, ja. Ja! Oké, ik ga hem nog niet aaien, want ik denk dat we hier ook onze amigo van kunnen maken. Oftewel, dan kunnen we met chorizo ook daadwerkelijk jaren gaan ontdekken. We hebben nu natuurlijk champagne die achter ons aanloopt, maar er is meer dan genoeg te doen. Dus ik ga hier bij deze aflevering afsluiten. Mocht jullie hebben genoten, ram natuurlijk subscribe, blijf straks heel gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe uploads die er natuurlijk nog steeds aangekomen. Want de game is pas net begonnen, we hebben nog heel veel te doen. En dan zeg ik, bedankt allemaal voor het kijken, bedankt allemaal voor de support. En hopelijk ook weer, tot de volgende keer. Bye bye mensen.